Welkom. Ik ben Martien van der Kraan, gemeentesecretaris in Dordrecht. Hier op mijn favoriete plekje aan het Groothoofd. Achter me de Groothoofdspoort. Een stukje wat de oude stad echt achter zich heeft. En de Drechtsteden voor ons heeft. Dat zien jullie straks. Drie rivierenpunt, wat ons scheidt van de overkant, maar wat ons tegelijkertijd verbindt met andere gemeenten. Het water. Een van de favoriete onderdelen van mij. En prachtig om over te kijken. Goedemiddag. Hoi, veel vis. Martien. Hallo, goedemiddag. Hoi. Martien. Dordtenaren zijn schapenkoppen, wil het verhaal. Ooit waren twee mensen, twee Dordtenaren, die geprobeerd hebben om de accijns te ontduiken vanuit de Alblasserwaard een schaap binnen te loodsen. Met mensenkleren aan. Poot omhoog en tussen de twee mensen mee naar binnen. En door de stadspoort heen leek het te gaan lukken, maar helaas, op het laatste moment, ja, en toen werden ze gesnapt. En zo komen Dordtenaren aan hun bijnaam schapenkoppen. Heerlijk zo'n frikandel. Een echte Dordtse uitvinding en nog een lekkere uitvinding ook. Leuk al die weetjes over Dordrecht. Als gemeente Dordrecht werken we in de regio Drechtsteden intensief samen met nog 6 andere gemeenten. Dat doen we via de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Daar hebben we een mooie beleidsagenda met elkaar om de Drechtsteden verder te brengen. En we hebben een aantal uitvoeringsdiensten, zoals de sociale dienst, de belastingdienst, het ingenieursbureau en waar ik nu voor sta, het servicecentrum Drechtsteden. Hier werken echte collega's van ons. Die je digitaal kunt benaderen via digitale serviceplein, die je kunt bellen en als het echt nodig is, die ook voor je klaarstaan voor een gesprekje. Daarom zijn het onze collega's en niet zij van de Drechtsteden. En ik ben er trots op dat ze ook van ons zijn en dat ze voor ons werken. Welkom in het stadskantoor. Het eerste wat we hier tegenkomen is de receptie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi nieuwe collega, leuk dat je hier komt werken. Als je hier bezoekers ontvangt, is het van belang dat je ze digitaal aanmeldt. En heel veel succes in je nieuwe baan. We zijn aangekomen bij de servicebalie. Hier word je altijd heel erg plezierig geholpen voor onder meer je tag te halen of een fiets te lenen. En daar wordt nu ook heel vriendelijk even uitgelegd over hoe je dat moet doen en hoe je de servicebalie kunt bereiken. Goedemiddag, welkom bij het serviceplein. Je collega heeft al een tag aangevraagd waarschijnlijk bij ons. En wij zorgen dat de spullen klaar liggen en dan krijg je je sleutel, je toegangssleutel. Je kan inderdaad bij ons fietsen lenen, maar ook relatiegeschenken. En heb je een BHV'er nodig, dan zijn we ook altijd bereikbaar tussen 8 en 5 uur 's middags. En leuk dat je hier komt werken. Goedemiddag Laila. Hallo. Wat is het rustig? Welkom bij ons bedrijfrestaurant. Ja. Leuk dat je bij ons komt eten. Wij hebben iedere dag lekker verse belegde brood, fruitsalade, smoothies, zelfgemaakte maaltijd, warme maaltijd. Alles voor een heerlijke lunch. Tot ziens. Tot ziens. Fijne middag. Hè.
aan het flexen. Ja, lekker hoor. Goeie plek hier. Wil jij ons even meenemen door en in Dordrecht dadelijk? Tuurlijk, Martien. Je kent het toch. Hi, ik ben Rick. Ik werk al lang voor de gemeente Dordrecht. En ik vind het ook hartstikke leuk dat jij voor de gemeente Dordrecht komt werken. Ik doe iets voor de binnenstad en voor cultuur, marketing en evenementen. Ik kan er uren over vertellen. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik doe dat tijdens de introductiedag voor nieuwe medewerkers. En ik zou het hartstikke leuk vinden als jij er ook bij bent. Dan weet je nog veel meer over de organisatie en over de stad. En testen we je kennis over Dordrecht. Tot ziens. Goedemiddag. Hier zijn we aangekomen bij Kerkenplaat. Een van onze onderdelen van Stadsbeheer. Niet iedereen werkt op het stadskantoor, gelukkig maar, in Dordrecht. Het woord zegt het al, Stadsbeheer. Hè, dat zijn de mensen van onze beheer van onze openbare ruimte. Hier hebben ze een opslag, een deelkantoor. Hier wordt een deel gerepareerd. Dan komen ze allemaal 's middags weer samen. Toch? Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ja. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Ja, dit is de start en het eindpunt van onze werkzaamheden. In Dordrecht ontwikkelen we de stad samen met de stad. Met burgers, met bedrijven, halen we eerst op wat jullie willen, wat jullie kunnen. En we kijken als gemeente wat we kunnen toevoegen. Dat noemen we opgavegericht werken. In dat opgavegericht werken hebben we mensen nodig die ook met lef durven organiseren, die naar buiten durven te gaan en die ook daadwerkelijk durven ophalen en zelf waarde durven toe te voegen. Wees maar creatief en blijf jezelf. Welkom in Dordrecht en ik hoop dat je enorm gaat genieten hier.